De weg naar Alkmaar, de Pandit Tilakdhariweg, zal binnen 2 jaren volledig herbestraat zijn. Dit laat minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken weten. De buurtbewoners hebben vaak geklaagd over de slechte staat van de weg. Door de vele gaten en afzakkingen is de weg heel moeilijk begaanbaar. De bewindsman zegt dat de werkzaamheden niet eerder konden beginnen vanwege de grote schulden van het ministerie. Het duurt nogal lang, omdat natuurlijk we langzaam schulden aflossen. Dus zo werkt de aannemer natuurlijk ook. Mm-hmm. Zodat hij werkgelegenheid heeft voor de arbeiders, et cetera. Hij kan niet te veel produceren, want anders kan hij ook niet betalen, et cetera. Dus dat is de situatie. Het is een heel lange weg. Mm-hmm. Dus het is ook een nieuw systeem dat daartoe gepast wordt met sluitbanden, et cetera. Dus dat vraagt een beetje tijd en aandacht, dat is wel waar. Zo, het project was eigenlijk al lang begonnen, maar daar was het stopgezet. En dan hebben wij dat een paar maanden terug weer opgepakt. Om te kijken met de aannemer of hij bereid is dat verder voor te zetten. Uh-huh. Weet je? Uh-huh. En ik weet precies niet welke maand hoor. Maar dus eigenlijk in 2023 moet de weg opgeleverd zijn? Ja, ja, ja. Als het kan voor zelfs hoor. Want ik denk dat hij misschien nu wat sneller gaat werken. Het moet binnen 2 jaar gedaan zijn. Omdat het bestraten is. Uh-huh. Dus als het asfalteerd is, dan is het binnen 1 jaar gedaan. Maar bestraten duurt nogal een tijdje. Want het is handmatig werk. Districtscommissaris Mohamed Shafiq Rajab van Kommewijnen geeft aan dat er wel tijdelijke oplossingen zijn om de weg beter begaanbaar te maken. Maar vanwege het slechte weer vervalt de weg snel terug in de oude situatie, zegt minister Noor Mohammed. Ik heb de coördinator van OWI Kommewijnen reeds gevraagd om met een kleine machine al die verzakking waar het zijn, hadden we in de tijd beenscores gezet. Hè? Mm-hmm. En die beenscores is aan de zijkant allemaal gewassen, als het ware. Dus ik heb ze gevraagd om met die machines weer bij elkaar te krijgen en die kuilen weer dicht te maken. Want je moet dat kunnen doen. En hij had me beloofd, maar ja. Ik moet hem weer bellen en vragen. Ja, dus van tijd tot tijd gooit hij wees en schrebelt hij dat. Mm-hmm. Maar ja, als het regent, dan heb je weer een probleem, want hij had het niet lang terug, heeft hij al 2 keer gedaan. Dus door regen weer en omdat er veel verkeer is, krijg je dit. Is wel een lastig ding, maar daar kunnen we ook niets aan doen, weet je? Mm-hmm. Ja, het is echt vervelend. Maar ook in corona heb je hetzelfde, we egaliseren het. Mm-hmm. Maar als het regent toevallig, dan zijn al die gaten er weer. Dat was minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken en daarvoor DC Mohammed Shafiq Rajab. De weg naar Alkmaar, de Pandit Tilakdhariweg, moet binnen 2 jaar volledig bestraat zijn.